Hey guys, welkom bij weer een aflevering van amateurvisser.nl in combinatie met Pike Fishing Schijnel. We zitten hier op het water en het idee is vandaag om wat uitleg te geven over, over welke dingen, Jurgen? Over de fireballvisserij. Fireballvisserij. Fireballen met een plenenboord, fireballen onder de dobber. Ja, dood aas onder een dobber, half water. Ja. Dat gaan we vandaag aan proberen. Ja. Dus Jurgen die gaat het ook precies uitleggen hoe hij daarmee vist. Dus dat is hartstikke interessant. En het weer is goed, het is vrijwel windstil. En af en toe regent het een beetje, maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. En ik ben benieuwd of we wat actie gaan krijgen vandaag. Maar we zitten net 5 minuten op het water, dus we gaan het meemaken. We gaan beginnen vandaag met vissen met fireball. Was gevraagd. Doe ik vandaag vissen met een plenenbordje. Kijk, die maak ik zo'n onderlijntje gewoon. Gewoon standaard onderlijn. Wel vrij dik. Ik heb deze voor van Savage Gear. 52 kilo trekkracht. Oh ja, ja. 114 lb. Sterk zat. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je knipt er een voren aan. Ze zijn nog wel bevroren nou, maar ja, ze ontdooien vlug in het water. Onder in zijn kin doe ik hem dan. Boven uit zijn neus eruit. Ik gebruik de fireballs van Invisible Products. Prik ik dit. Met een pike stingertje aan de zijkant erin. Boven. Dat valt hem meestal toch boven. Hij is een beetje hard is hij nog. En een stingertje heb je ook aan het oog van die fireball vast. Ja, aan de haak heb ik die vastgeknepen. Oh zo, ja. Ja. Nou, hij moet er eigenlijk niet iets waaier in. Want als ik hem er langs hang, hij hakt zijn eigen. Kijk, nou, dan hang ik hem zo in. Die staat. Met een spijker maak ik altijd de blaas kapot. Oh. Ja, die is nou ook hard, want anders gaat hij zweven. Kregen we nou nog niet helemaal in. Hij is nog bevroren. Ja, als je daar kan doortjes, dan prik je hem even lek. Ja. Maar hij blijft toch wel op diepte door het gewicht van de fireball, 30 gram. Nou, dan geef ik hem een meter of een bepaalde diepte. Nou, ik wil zeggen hier zo 4 meter. Ik hang hem meestal in mijn transducer, hier op mijn scherm. Oh ja. Kijk, en dan kan ik zien hoe diep dat die... Ik weet niet of je dat kunt zien. Ja, dat kan ik zien. Kijk, hier hangt hij nou 4 meter, zie je? Dat is die voren. Kijk, komt hij aan. Ik zal hem inzoomen. Ja. Kijk, dat is mijn voren. Nou, doe ik hem omhoog, zie je? Dan komt hij omhoog. Ja. Gaat je hem laag. Nou, dan weet ik dat ik 4 meter diep zit. Uh-huh. Dan hangt dat plenenbordje eraan. Dat je niet alle hengels, alle vissen onder uw boot hebt. Ja. Kijk, je kunt ook nog met een dobber vissen. Dat leg ik straks naar ergens uit. Ja. Nou, dan knipt hem hier tussen. Nou, dat ding in het water. En wij hebben heel weinig snelheid, een kilometertje per uur ongeveer. 1 kilometer per uur? Ja. Oké. Okay. Kijk, hier kunnen we hem nou zien hangen al op het scherm. Het is vis. Hier kunnen we zien dat hij... dat is de voren. Ja. Ja, 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 ja. Dan ga ik iets harder, want ik kan nou iets te zachtje met de wind. Dan gaat je naar de zijkant dadelijk. Ja, dan gaat nou zie ik de vis natuurlijk niet meer, want die is nou uit het... Daar gaat hij. Ja. Dus gauw gebeker recht. Trekt hij gewoon die plenenbord, die trekt die onder bij een dikke vis. Ja, gaat die onder, ja? Ja, gisteren een pakje gehad dat hij hem gewoon helemaal onderpakt. Ja. Dat ging heel vlug. Dat ging heel vlug. We hebben wel een beet. We hebben net een minuut opnames gemaakt en de eerste hangt eraan. Kijk, mooi. We hebben schepnet pakken, Tom. Het is best groot. Kijk, je kunt hem mooi trekken. Wow! Je kunt hem op een diepte meter zien, hè? Hier is het schepnet. Oh, die gaat hard, jongen. Ja. Je kunt hem op de diepte meter ook elke keer zien, hè? Ja, ja, ja. Ja, je ziet hem daar. Oh, die gaat hard, hè? Ja, hij is 85, 90, denk ik. Oh, toch, ja? Het is niet zo'n hele dikke. No. Hij is wel sterk, maar je komt eens boven diep water, hè? Kijk, er, hem. Ja, die is 85, 90. Dat is een mooie, hè? Kijk, ik laat hem nog een keer gaan, dat hij moe is. Meebeet. Zeer effectieve manier van vissen, deze tijd van het jaar. Echt wel. Kijk of je nog wil. Op de fireball. Hij heeft wel een mooie brede rug. Ja. Hij wil niet meer. Nou, dan gaan we scheppen. Ja. Ja, hij gaat nog. Kijk, hij gaat nog een keer. Ja, een mooie dikke. Ja, een mooi vuur aan de noek, in het scharnier zit hij. Ja. Hij moet mee aanslaan. Ja. Je moet niet wachten. Niet wachten, oké. Okay. Nee, mee aanslaan als je bijt. Nou, hier binnen, de nuste. We gaan hem even onthaken. Goed bezig. Het is die gruwelijke wilde bras. Ja. Hij zit maar net vast. Kijk, je kunt zien. Je even in kunt zoomen. Ja. Kijk, net in een scheniertje. Ja. Ah, prachtige vis. Jongens, eerste vis van op vandaag. Op de fireball. We zullen hem even meten. Hij kan er niet in.
Ja. Dan moeten we niet verwacht. 95. 95. 96. Hoppatee. Als je even kijken. Hij is 97. 97. Nou. Een mooie. Wachtbak. We gaan hem terugzetten. Ja. Trekken wel vandaag, hè? Oh. Ja, ja. Nou, dat is toch wel een redelijke. Ja, doe maar. Kijk, 95, hè? 96. 96 weer. 96. Even groot, hè? Box. Mooi dit, hè? Ja, echt wel. Oh. Hoppatee. Hoppakee, 96, 97. Hatsenflat. Ver raakt de grond. Ja, ik denk dat het kan bodem zijn. Ja, ja. Spannend dit, joh. Oh. Ja, lekker te snotneus hier, maar we hebben een hoop plezier. Oh. Bodem, denk ik, hè? Nee, dat is vis. Ja, gewoon een hand op slip. Andere slip en slaan maar. Raf? Nee. Zet hem. Leg maar film even. Ja. Houd hem strak, hè. Druk erop, hè. Ja. Oh, eraf. Nou, ik zal nog even uitleggen hoe je plenenbordje werkt. Ja. Je hebt linkse en rechtse. Deze en de linkse. Dan, ja, deze zijn niet verstelbaar, die zijn van Savage Gear. Maar je kunt ook rechtse kopen, dat is voor die kant van de bootvist. Klik hier uw lijn erin. Zeg maar dat wat, ja. Dan krijg je gewoon uw lijn hierdoor en dan de bovenkant lijn, die knijpt hij hierin en doe die hier tussen. Ja. Nou, dan geef ik hem lijn, dan gaat hij steeds verder naar buiten, naar buiten, naar buiten. Nou, als je vis hebt. Meestal trek je hem hier maar tussenuit en dan blijft hij, dat hij hier tussen de lijn zit, verliest hem niet. Je kunt die ook niet gebruiken, dan heb je nooit geen last met drillen van een plenenbord. Want hij blijft drijven, maar dan moet je na een vis wel ophalen. Ja, ja, ja. Dus als je op een rivier zit of zo, ja, dan valt dat niet mee. Ja. Ja, wij vissen hier gewoon op stilstaand water, dus ja, je kunt hem naar de rand altijd oppikken. Oh, godverdomme man. Oh, mooi. Oh, dikke joh. Dikke vis. Oh. Holy fuck! Niet te wijd opdraaien, hè? Nee. Weer een dikke vis. Oh, ja, een dikke vis. Hop, als je eroverheen geschoten. Oh, jongen. Hoppatee. Box, jongen! Boom. Motherfucker. Drie. Holy shit. Drie man in de 90. Oh. We zitten gewoon stil, jongen. Nou, die top die klapt het over tijd. En we hebben net tegen Tom, ik zit te twijfelen, ja. Hè? Ja. Nou, dan gaan we nou een stukje trollen. Eigenlijk een hele simpele manier van vissen. Ik gebruik ook fluor carbon, lange onderlijn. Ja, ik doe vandaag doe mijn vissen met een roach van Savage Gear. 25 centimeter. Dan heb ik 50 gram lood aan, een bomloodje. Dat maak ik hier gewoon op de wortel. Op het tunneke, met een worteltje. Ja. En dan gaat je ongeveer 3,5 meter diep. Afhankelijk hoe ver ik hem achter de boot gooi. Om op de diepte te krijgen. Nou, op mijn muilen, ik vis gewoon op mijn molens. 4000'tjes. Het zijn niet zo'n hele grote, maar ja, dat is voor mijn visserij goed zat. 2400ste gevlochten lijn van Power Pro erop. Hengels, ja, ITT's. 120 gram is deze. Maar deze heb ik ingekort, dus die is wat stugger. En de andere hengels waar wij samen mee visten zijn ook van Savage Gear. Die zijn 170 grammers. Zo. Nou ja, goede wortels. Alles, ja, onderlijnen doe ik zelf maken. Moet wel goede spullen hebben, dik materiaal. Nou, dan gooi je hem in. Dan gooi je meestal een meter of 20 achter de boot. Nou, de lijn even op spanning. Dan leg ik mijn bomloodje vis, anders zakt dat loodje harder als die vis. En dan zit hij in de knoop.
En dan kijk je op de top, als je begint te tikken zit hij goed. Nou, zet hem in de steun, slip een beetje los. En dat is eigenlijk heel het spelletje. Ja. Dan hou ik wel heel nauwkeurig de dieptemeter in de gaten. Ik zoek echt de randen op van 3 naar 6 meter, van 6 meter terug naar 3. En met die schuine rand, daar vissen we. Daar heb Tom op gezien straks op de dieptemeter. Al die vissen liggen allemaal tegen die schuine kant aan. Ja. Dus ja, dan gaan we het nou even zo proberen. Het is even stilgevallen, hè? Je ziet ook aan de top van de hengel of het aas in de knoop zit of niet, hè? Ja, als je niet meer zwemt, dan gaat hij gewoon hangen. En... Ja. Kijk, nou komen we toevallig. Kijk, hebben we hier een kuil. Ligt mee bomvol aasvis. Het wordt wat dieper. Ja, het is 9 meter diep, 10 meter diep, maar ja, die komen ze gewoon halen. Dingen gaan 3, 3,5 meter, die komen ze gewoon halen. Ja. Als ze doen, hè. En dat is altijd afwachten. Dat is altijd afwachten. Kijk, vanmorgen ging het gruwelijk goed in een keer, de ene en een andere vis, maar toen was het helemaal stilgevallen, de shot. En dan moet je een andere tactiek gaan proberen. Dus dan gaan we even een uurtje trollen en dan kijken we straks wel weer of het iets is. Cool, man. Thanks. Zo jongens, we zijn even een beetje schuilen onder de paraplu. Het begon net even wat te regenen, maar volgens mij valt het aan zich wel mee. We hebben nu 2 hengels uitliggen met sardine en voren. En eentje hebben we met ook sardine onder de dobbel liggen. Dus we gaan eens kijken of dat iets gaat opleveren. De aanbieden van morgen waren in ieder geval hartstikke goed allemaal. Eentje op planerboord en 2 gewoon trollend. Hoeveel hadden we? 3 snoeken? 3 gevangen. 3 eraf. 3 dikke 90ers gevangen, 3 er vanaf. Ja. Maar ja, dus eigenlijk, de dag is eigenlijk nog maar net begonnen. Hè? Ja, ja, dus, het is wel een uurtje stilgevallen. Ja, het is nu wel, het is wel even een uurtje stilgevallen. Ja, we vingen alle vissen op dezelfde stek. Dezelfde 50 meter wat op en neer en elke drift was bijna beet. Ja, ja, dat ging echt, heel goed. En daarna is het een beetje ingekakt. Dus hopen dat het dadelijk weer nieuwe stek, nieuwe kansen. Ja. Nieuwe manier van vissen met de dobber. Dus dat gaat helemaal goed komen, jongen. We zijn nu even aan het dropshot onder de brug. We hebben de boot even voor anker gelegd. Omdat er een enorme bui aan kwam. Net flinke hagel. Het zag eruit alsof het wel een tijdje ging duren. Al lijkt het nu wel weer een beetje te minderen. Dus net een paar tikjes op de dropshot gehad al. Dus je zit vis. Je moet snoek zitten. Ja, dat kan bijna niet anders. Dus we gaan weer een. Jurgen doet er weer een dooie voor en aan. Ik ga het een keer proberen. Ja, toch met de dobber nog eens even kijken of er iets. Ik ga het om bij jou. Wat zei je? Op het scherm zie ik iets. Dan komt hij te omhoog, dat ben jij of niet? Nee, dat gaan we nog niet. Oh nee. Er komt iets naar boven, jongen. Hij lucht. Ja, ik ga naar rechte lijn. Ik mooi langs het kantje. Jongens, het is nu echt al een tijdje rustig en we hebben net een paar hagelbuien op onze tetter gehad. We hebben een bellyboter ontmoet met een mooie snoepbaars van 75 centimeter. Daar heeft een fotootje van gemaakt. En we gaan nu even proberen het slepen met de dobbel met de fireball. En Jurgen is de montage al eens voorbereiden en hij gaat jullie zo meteen vertellen hoe dat werkt. Dus kijk maar eens. Nou, slepen met de fireball. Met een dobber. Hetzelfde principe eigenlijk als vissen met een dobber op half water. Alleen je gebruikt nu geen lood. Ook weer een stuitje. Wel een zwaardere dobber, 35 gram. Even best hier. 35 gram. Ja, hier hoeft niks meer op. Gewoon een onderlijntje fluorcarbon. Wel zwaar.
aan de vatten een 30 gram fireball. Ja, die maakt er zo aan. Een stingertje erbij. Boven in de rug prikken. Nou, stuitje zetten. Het stuitje heb ik boven aan de top staan. Dat kun je misschien ook eens zien. Mijn hengels zijn 2,75. Dus zit op 3 meter zit ik. Ja. Dat is een speciale sleepdobbel deze, hè? Ja, dan fox ook. Speciaal voor de trollen. Ja, ja. Even bijsturen. Ja. En dan werpt hem gewoon achter een boot. Dat gaan we even doen. En dan blijft die vis op 3 meter. Die blijft op 3 meter hangen. Ik moet even heel vlug bijsturen. Dus. Ja, ja. Want die rem op een heel ondiep teluut, als ik daar vast, met heel in de handel. Oh ja. Daar ligt de dobbel. Ja, de stuitje staat op 3 meter, dus die fireball of die vis staan, die gaat 3 meter diep. En wij houden ongeveer 5 meter aan met vissen nou. Uh-huh. Nou, dan hup, geef hem wel lijn. Achter de boot. Lekker verder achter. Hoe verder achter heb je hem nu? Ja, een meter of 20. 20. 25. Ja. Nou, dan zet de slip een beetje, dat je mee kan nemen. Ja. Zo, dan gaan we een beetje minder vaart. Nou, dan zet hem in de steun. Moet ik even een andere steun pakken. Zo. Een beetje naar achteren. Dan zet hem omhoog. Nou, dat is het spelletje. Nou, als je B krijgt, dan neemt je mee. Dan gaat hij ratelen. En dan draai je slip dicht aan de slot hem. Dan kun je mee slaan, hè. Ja. Dan haal je die vis mee over dwars in zijn mond. Ja. Kijk, en nou kun je mooi zo weer een heel stuk verder achter de boot vissen. Kijk, met die plenenbord heb ik er nog langs liggen. Ja. Kun je naar de buitenkant van de boot vissen. Deze ligt vrijwel onder de boot. En eentje verder achter. En zo hebben we drie verschillende afstanden. Kun je makkelijk met drie hengels vissen zo. Ja. Nou, nou kun je er in principe aan deze kant nog eentje bijzetten. Een vierde, dat je die ook onder de boot houdt. Langs de boot. Ja, ja. Dus we gaan zien of het nou werkt. Moet weer iets proberen, ja, hè? Tegen de vis te vangen. Het proberen. De visligger. Ja, we hebben echt schone vis gezien. Ja. Ja, ze moeten het doen, hè? Ja, ja, misschien nog even tegen de schemering of zo. Maar hou we vol, we geven nog niet op. Ja. Goed, man. Yes. Slang. Ah, dat is veel harder. Dat zijn het niet. Ja. Ja. Moet hem echt flink. Ja, ja, ja. Dat is geen grote, maar dat maakt niet uit. Vis is vis. Ik hou hem goed strak, hè? Ja, ik hou hem goed strak, ja. Niet verspeulen. Nee. Hoeft niet. We hebben al een pop gespeeld. Ja. Oh. Oh, jammer. Daar gaat hij. Hij heeft hem weer losgelopen. Oh, ik had hem strak komen, maar... Ja. Oh, ja, ik heb hem weer. Ben hem weer? Ja, kom maar. Ik heb hem weer, ja. Nou, volgens mij miste ik net de vis van de dag, jongen. Oh. Ik, de hengel trekt er krom en het lijkt een redelijk snoekje, niet al te groot. Net voor de kant ploep los, shit, balen. Die dode baas ligt nog in het water en pakt een ander snoek, pakt hem, hop. In één keer hartstikke krom en dat was echt, een flinke snoek, dus ik baal wel een beetje. Maar ja, goed, in ieder geval weer wat actie gehad tegen de avond. Helaas was mijn batterij ook nog. Ik stond er nog net op dat hij voor de tweede keer aanbiedt. Dus dat vind ik wel, daar ben ik wel blij om. Dat was natuurlijk wel gaaf. Maar goed, misschien gaat het nog gebeuren, maar dat was wel eventjes actie. Vissen met een dobber op half water. We beginnen al met zo'n stuitje. Dat is voor de dobber. Dat zal ik hem even loslagen geven. Dan doe ik er nog een dubje voor. Een rubbertje. Ja. Dat touwke gaat hier, doe dat oogje anders. Ik gebruik foxdobbers, 25 gram. Nou, dan doe er een leuken onder, ook van 25 gram. Dus niet van 20 gram. Ja, als je een hele grote aasvis gebruikt, dan een lichter leuken, maar wij vissen met z'n dienen. En dan blijft die kei mooi staan, dan is dat precies goed. Dan weer een bolletje. Dat is voor de knoop te beschermen, met aanslaan. Ja. Nou, dan wacht dat onderlijn en heel simpel. En een grote drek. Ik gebruik altijd wel een grote drek, want ik sla mee, hoor. Ja. Nou, meestal heb je zijn eigen, dus ik doe gewoon in de rug. Ik zal even visje vatten. Gewoon een sedientje.
Ik hang hem in het midden, prik hem dus rug. Even deze eraf hatten. En die is nog gewoon bevroren, man. Ja, deze is half ontdooid wel een beetje, maar bevroren, ik moet ze eigenlijk bevroren eraan hangen. Oké. Nou, deze ga ik vissen hier voor het kantje. Ik weet dat er ongeveer 2 meter water staat. Dus ja, dan hou ik de vis een beetje op de grond zitten. Ik ben in touw, dus ik zit 20 centimeter boven de grond. Kijk, en als je hem in het water legt, die vis die hangt mooi horizontaal in het water. Ja. Hier, dit schommelen van de dobber dadelijk beweegt je weer. Nou, gooi hem daarin. Hoppakee. Met een stuitje kunnen we dan diepte verzetten. Ja. Slip open. Nou, dan is het afwachten. Ik zet hem altijd rechtop. Kan je meenemen. Eigenlijk simpele visserij. Ja, simpeler kan niet. Dat is hartstikke eenvoudig. Vanaf de kant werkt dat zelf in principe, want wij liggen nou stil. Wij kregen ook vragen van fireballen met de kant. Vanaf de kant, dan doe je geen 25 gram lood eraan. Maar dan doe je een fireball aan van 21 gram. Ja, want 28 gram, maar dan gaat je denk net onder. Dus dan wat 21 gram fireball. Even wachten toch, hier ligt op die grond. En dan hangt die vis, die houdt hem op diepte, zet 2 meter. En dan gooi je hem in. Ja, op de rivier is het altijd lastig. Ja. Je kunt dan ook werken met een plenenbordje, met een dobber. Doe er gewoon een plenenbordje als de stroming zeg maar die kant op staat. Dan moet je een linkse plenenbord hebben. Doe een meter of 10 voor op een dobber. Gooit u een dobber met vis erin. 10 meter lijn, pikt hem al vast. En doe de stroming van de rivier, gooi dat plenenbordje naar buiten. Nou, op een gegeven moment ben ik in het midden van de rivier, bijvoorbeeld een dommel. Dan zit ik in de beugel dicht en doe de stroming. Houd dat plenenbordje, jouw dobber, in het midden van een dommel. Ja. Dus die komt niet naar de kant gedreven of aan de overkant. Zo kunnen mooi vissen. Ideaal. Ideale dingen. Thanks, dus, man. We gaan het zien wat je doet. Ja, top. Nou niet meer. Nee? Zo moet de putten toch? Hier, dikke vis. Houd hem goed pompen. Ja. Wat ben ik mee kwijt? Pompen met die teringlijn. Oh, een dikke. Ja, pompen met dat ding. Die lijn die breekt niet. Oh, ik ben zo bang dat hij weer los gaat. Hè. Die gaat niet los. Oh, rustig. Niet waar je draaien. Dikke vis. Gewoon de pompen. Druk erop. Hier, net vast. Oh, hij is bijna los. Hij is bijna los, Tom. Maar we hebben hem te klappen. Ja, hey, putje, vrouw. Ik zit er dan. Ah, motherfucker. Ik zit er niet. Ja, dan. Pompen met het ding. Mocht dikke. Oh, die moest. Oh, kijk hoe dat vast zit. Hier ben ik zo blij mee. Kijk hoe dat die vast zit. Hier ben ik zo blij mee. Dat we die nog hebben. Ik zeg tegen jou. Laatste kwartier, hè. Mag ik even de schep met een beetje hoog? Ja. Oh, die zit net. Hoog, als puntje uit. Ja, hij is los. Ja, ik laat me los. Dan gooi ik het weer maar. Laat me los zien. Oh, ja. Ik zeg, hij komt, hè, Tom. Ah. We hebben het toegezegd. Kijk eens, jongens. Hij komt er nog meer. Oh. Even wegvaren. Ja. 95, 96 weer. Ja. Oh, maar dat was groter hoor, die je net loste. Ja, die ik net loste was groter, ja. Dan zie je hoeveel druk tegen hem kunt zetten. Ja, inderdaad, ja. Je kunt gewoon heel gewicht erin hebben. Ja. Ik was te voorzichtig bij die vorige. Echt. Heel gewicht in de strijd. Maar ik ben echt zo blij dat we deze nog gevangen hebben, jongen. Oh. Aanhouderwind, hè. Hey. Huh? Aanhouderwind. Aanhouderwind, hè. Wij geven nooit op, hè. Zit hem liggen, hè. We zitten hier gewoon te vernikkelen, maar we geven gewoon niet op, hè. Zeg tegen Tom, hier ligt een bultje vis. En mee buigt hij. Zullen we hem te mat leggen? Ja, doe maar. Of wil je hem los hebben? Of jouw stoel even verzetten, of? Houd hem omhoog, hè, dat hij niet ernet springt. Ja. Je wilde hem bras. Ja. Hij gaat los. Mooie dikse. Een dikse, oh. Mooie kleur. Oh. Hij is ook weer 90, hè. Een dikke. 95 ook weer. Ja. Daar maak ik een mooi fotoshot van. Ja, ik pak mijn camera. Oh, hij staat te trillen op mijn benen, jongen. Zeg, hij komt. Hij moest. Oh. Pakjesavond is het hier. Pakjesavond.